Dames en heren, welkom bij de spannende bekerfinale van vandaag. Mijn naam is Evert de Napel en naast me zit Jurie Mulder. Vandaag spelen tegen elkaar Stade de Reims en Olympique Lyonnais. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Vandaag spelen ze 4-4-2. Dat lijkt mij niet echt verdedigend, toch? Nee, maar dat is maar net hoe je het invult, Evert. Speel je met een team achter die twee aanvallers? Ja, dan kan het best aanvallend zijn. Zij gaan de backs heel veel aanvallen. Gaan de buitenste middenvelders heel veel aanvallen. Nou ja, het systeem hoeft niet per se te betekenen dat het of verdedigend of aanvallend is. En hier zien we de beginopstelling van Olympique Lyon. Het elftal speelt vandaag met een 4-3-3 systeem. Is een opstelling met drie middenvelders niet al te kwetsbaar, Jurie? Nee, dat hoeft totaal niet het geval te zijn. Kijk, het ligt ook een beetje aan de buitenspelers. Als die goed hun verdedigende werk doen. En dat betekent niet dat ze alleen maar achter hun bek aan moeten lopen. Maar goed de middenvelders ondersteunen. Dan hoeft dat niet kwetsbaar te zijn. Nou, daar gaan we dan. Laten we hoop op hem. Die paas wordt doorzien. Mooi gedaan. Goal! De bal vertrekt van de schoen. Doelpunt. We vreesden even voor een doelpuntloze finale. Maar daar is... Ze zoeken telkens de vrije man, zodat er ruimte ontstaat. Dit is de kans op doelpunt. De stand is weer in evenwicht. Het komt deze finale alleen maar ten goede. En er is nog genoeg tijd over. Ik ben benieuwd of de beide teams hier vol voor de overwinning gaan. En we zijn weer helemaal terug bij af. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Wat een snelheid. Daar is het schot. Ze scoren en pakken de voorsprong. Waar ging die doelman helemaal heen? Hij maakte het aanval al zo wel erg makkelijk. Ja, ik heb ook geen idee waarom hij dat nou deed. De doel is helemaal leeg. Wat doet hij nou? Bij de spelers en dat is volkomen terecht, want ze bekronen een sterk optreden met een titel. De supporters vieren het feestje op de tribunes mee. Een grote dag in de historie van de club. Ja, deze spelers hebben zich van hun beste kant laten zien. Maar de technische staf verdient ook de pluimen even. Die hebben het beste uit deze spelers goed gehaald, maar ook wel een keer gezet worden. Deze titel is trouwens een sterk fundament om verder op door te bouwen. Ja, dit is de beloning voor hard werken en een duidelijke visie. En ik denk dat dit team de smaak nu te pakken heeft.
Hier doe je het als speler allemaal voor. Het moment dat je met de hele selectie het podium betreedt en de trofee omhoog mag houden. Ja, dit is een mooi gezicht hoor. Iedereen is door het dolle heen. Er wordt gelachen, gezongen en gesprongen terwijl de confetti neerdaalt en de fotografen plaatjes schieten. Ja, dit is leuk om te zien. Na alle spanning en druk die op deze ploeg heeft gestaan, is het moment voor de ontlading. Nu mag je vieren dat je een topprestatie hebt neergezet. En de supporters vieren het feestje mee. Die hebben ook uitgekeken naar dit moment. Op de tribunes gaan ze net zo uit het dak als de spelers op het podium. Deze dag zullen ze bij de club niet snel vergeten. Kijk, die spelers is gaan met die prijs. De huldiging eerder op het veld was al een feest, maar dit is natuurlijk nog heel veel mooier. Het moment dat je naar het vak van de supporters mag rollen om hen de prijs te laten zien. Ja, de supporters hebben zich niet verveeld. Dit is ook hun moment, hè. En ze hebben hun club door dik en dun gesteund. We worden daar nu voor bedankt door de spelers. De spelers verzamelen zich voor de teamfoto en dat is leuk voor het nageslag later, hoor. Die zal mee de speler inlijsten, denk ik. En terecht, het is een mooi aandenken aan een onvergetelijke dag.